Ja, dit is dus de plek waar het om gaat. Hier stonden allemaal coniferen, een hele rij. De eerste conifer die stond hier precies waar die boom staat. En de vierde conifer die stond hier. Kijk, dit is die zaag. Hier is die zaag nog. Ik heb hem speciaal nieuw gekocht, omdat die coniferen moesten even tegen de vlakte. Ja, in 2019 was ik hier aan het verbouwen, heb ik de hele kamer keuken verbouwd. En, op het moment dat ik hier met de buitenmuren opnieuw aan het invoegen was, hoorde ik buiten kettingzagen. En toen heb ik hier door het raam gekeken en toen zag ik niks. Dus ik dacht, buurman Bert die is bezig met de bomen te snoeien aan de andere kant. En dat vind ik prima, dat moet hij weten. En toen ik 's middags naar de camping gegaan ben en later terugkwam, toen bleek alles om te liggen. Wat er dan door je heen gaat, daar word je zo kwaad. Dat is niet te beschrijven. Ik heb het recht om die coniferen te verwijderen, maar ze stonden op mijn grond. Einde verhaal. We kunnen wel stellen dat we vandaag te maken hebben met twee behoorlijk koppige types die nou ook in de afgelopen jaren niet echt hebben uitgeblonken in de communicatie naar elkaar. Ze hebben het wel de hele tijd over overleggen, maar daar is in de praktijk heel weinig van terechtgekomen. Feit is dat de conflicten die er spelen allemaal te maken hebben met die erfgrens. Met andere woorden, als we die goed vaststellen, dan is er een heleboel kou uit de lucht, denk ik. En daarom ben ik heel blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft uiteraard het kadaster ingeschakeld. Verder krijgt hij ook nog hulp van een hovenier. Ik heb met beide partijen afgesproken op het terrein bij Bert. Kijk, Bert staat al te wachten voor de keet. Ik ga de buurman halen, Bert. Edsert, jongen. Kom je met me mee? Ja, ik kom met je mee. Geven jullie elkaar nog een hand? Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed zo, mannen. Daar staan we dan. Vanwege eigenlijk vier grote coniferen. Daar is de ellende een beetje mee begonnen. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Op een gegeven moment heb jij besloten, ik ga ze weghalen. Ja. Want je dacht dat ze van jou waren. Ja. Jij zegt, ik heb toen overlegd met de buurman. Ja. Het ging over het snoeien. Helemaal niet. Het is niet absoluut niet waar. Ja hoor. Absoluut niet waar. En voordat je die zaag erin zet, dan ga je toch even naar die buurman toe. En dan zeg je toch even, buurman, ik ben er echt klaar mee. Ik ga, dat je het even weet. Zeg. Dat ik er helemaal klaar mee was met die bomen. Maar ook dat je ze ging omzagen. Snap je, ik probeer jullie een klein beetje in mekaars hoofd te krijgen. Hè? Snap je dat best pittig is voor iemand? Dat begrijp ik. Nou, daar wil ik me een excuus voor maken. Dat is misschien niet helemaal correct geweest. Ja, dat Bert nou eens zijn excuus opeens aanbiedt, dat vind ik wel heel erg makkelijk. Daar zijn die bomen niet mee terug. En daarmee zijn alle meningsverschillen ook niet uit de wereld. Wat was er gebeurd als er iemand gekomen was en die had in de brand gestoken? Want het was allemaal droge dingen aan mijn kant. Ja, als mijn vader geen piemeltje had gehad, was het mijn moeder geweest. Dat weet ik niet. Als je daarover in zit, waarom zet je dan wel zo'n brandbare keet zo vlak bij mijn bouwen? Nou, dit is geen brandbare keet. Waar ben je bang voor? Dat de jeugd hem in de fik steekt. Kijk, als hier mensen achter die keet zijn, dan moeten er sporen zijn. Jij zegt, er komen hier nooit hangjongeren. Nee, absoluut niet. Waarom hoor ik ze dan? Ja, misschien hoor je wat meer dingen. Wij hebben nooit geen hanggroep jongeren gezien. Dus ik vind het uit zijn duim gezogen. Dan hebben we ook nog de bergzand. Ja. Waarom heeft hij er neergegooid? Tegen de muizen. Waarom moet je erom lachen? Nou, hij heeft kip achter huis. Dat trekt ook muizen. Zeker strekt nou, ook muizen. Dan komen die muizen niet alleen van deze kant. Nee, maar de andere kant, die is dicht. Ja, ik moet er vreselijk op lachen. Bert, zijn houding die is zoals hij altijd is. Een beetje flamboyant. Een beetje, ja, kijk mij eens. Ik weet het wel hoe het zit. Maar goed, jij hebt dat zand weer weggehaald. Ja. Omdat jij zegt dat zand lag op mijn grond. Ja. Dus die erfgrens, jongens, die is heel belangrijk vandaag. Ja. Die hele erfgrens zal alles duidelijk maken. Of ik moet mijn hek weghalen, of hij moet zijn spullen weghalen. En dat hek haal ik zo weg. En waarom heb je dan beton op mijn grond gekiept? Ja, dat is niet mijn beton. Hij zegt het is niet mijn beton. Daar gaan we ermee. Pak jij het maar eens even op. Het is vreselijk irritant dat hij leugens de wereld ingooit om zijn eigen een beetje in goed daglicht te zetten. Maar zo is hij. Welkom, we zijn hier in Hoge Zand. En aan de orde is de zaak tussen Edsert en Bert. Nu heb ik al heel wat burenruzies behandeld. Maar ik moet zeggen, hoe krijgt u het voor elkaar? Want u woont niet eens naast elkaar. Ja. Toch heeft u het voor elkaar gekregen om ruzie te krijgen. Ruzie? Het is een meningsverschil, is het? Ja, die houden we erin. Ja. U had dus een stukje land. Ja. Huis wat erop stond, gesloopt. Ja. Dat was 2003. En dan denk ik, je doet er niks mee. Af en toe ga je eens kijken. En dan heeft u de coniferen van
die eigenlijk ertussenin stonden, die heeft u weggehaald. Ja, kijk, ik had het vermoeden ook dat de coniferen op mijn grond stonden. En coniferen mag je zo weghalen. Van wie? Nou ja, dat is in de wet. Oh, je hebt geen kapvergunning nodig? Nee. Nee. Dat. Kijk, en als die dingen op jouw grond staan. Kijk, en ik wilde er ditjes hebben, want die coniferen zagen er niet meer uit. Aan mijn kant. Wiens schuld was dat? Dat gaat u me nu vertellen. Zijn schuld. Wat had hij gedaan dan? Nou, hij had dat niet gesnoeid. Dat was gewoon recht met de stam omhoog. Allemaal weggehaald. En zijn coniferen. Kijk, er blijven coniferen. Ja. En op een gegeven moment, coniferen gaan ook dood. Net als wij. En dat houdt op. Ja, maar ja, het is net als mensen. Het is niet de bedoeling dat ze gerooid worden. Dus ze moeten uit zichzelf doodgaan. Ja, dat is het idee. Ja. Ja. Maar normaal gesproken ga je dan eens met de buurman overleggen. Goh, kijk het ik heb het een keer aangekaart dat ik die coniferen weg wilde. En wat zei hij toen? Nou ja, daar wilde hij nog over nadenken. Nou, dan moet je even op wachten dan, toch? Ja. Dat heb je niet gedaan. Nee, er kwam geen reactie, dus ik op een gegeven moment besloten om ze weg te halen. Nou zie ik in mijn programma altijd mensen dan naar buiten stormen, afblijven. Ja. Nee, dat doet u niet. Nee, als ik dat gedaan had, dan had hij nu niet hier gezeten. Nee, dat is natuurlijk heel goed voor zijn gezondheid. Maar, maar als je dan achter het raam staat te kijken, je zegt niks. Ja, daar ben je het mee eens. Er is een tussenweg tussen iemand, ik zal maar zeggen, een kopje kleiner maken. Of gewoon zeggen van, dat wil ik niet. Dat zal bij een normaal mens wel zo zijn, maar ik ken mijn eigen. Als ik flink kwaad ben, dan is die tussenweg die is er niet meer. Maar we kunnen wel vaststellen dat met het rooien van die coniferen het gelazen goed begonnen is. Ja. Ja, want even kijken. U wilt dat die nieuwe coniferen plant. Ik wil die coniferen weer terug, ja. Maar niet 2,5 meter hoog, 4 meter hoog. 4 meter hoog? En op dezelfde plek. Dezelfde plek. Nou, ik maak daar protest tegen, want je moet tegenwoordig die struiken zoveel meter van de grond, van de erfgrens afzetten. Dat is wel zo. Ze stonden niet goed, hè? Volgens de nieuwste regels niet, nee. Nou, volgens de oudste regels voor 1992 ook al niet. Oh, die ken ik niet. Nee, maar ik weet wel, tegenwoordig moeten ze 2 meter van de erfgrens. Ja. Als ze los zijn en een haag 50 centimeter, hè? Ja. Ja. Als je daar iets mag bouwen, misschien wel, ja. Waarom zou je dat niet mogen? Het is zijn grond? Volgens de gemeente mag het niet. Volgens de gemeente mag het wel. Dus ik heb hier een mail van de afdeling vergunningen. De gronden hebben de bestemming industriële bedrijven. Maar er mag een woning bij als daar ook industriële activiteiten nog geplaatst worden. Ook, en dat is eigenlijk nog ernstiger, gelden er regels met betrekking tot de afstand tot onderlinge perceelsgrenzen. Indien hieraan voldaan wordt, dan kan er gelet op de grootte van het perceel geen bedrijfsgebouw worden gerealiseerd die een normale bedrijfsvoering aannemelijk maakt. Wist u dit allemaal? De gemeente heeft in mij gezegd van dien een plan in en dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Ja. Dus ik heb een tekening al klaarleggen voor de woning. Oh, maar goed. Eigenlijk ligt het er allemaal letterlijk en figuurlijk. Alle problemen zijn daar omheen gebouwd. De erfgrens. U dacht dat die aan uw kant lag. En u wist zeker dat het niet zo was. En daarom hebben we het kadaster laten meten vandaag. Landmeter Slager, welkom. Die grens heeft u dus helemaal vanaf oorspronkelijk moeten terugvinden. Dat klopt. U heeft gemeten volgens het veldwerk. Dat betekent die oude gegevens die vastlagen. Die hebben we in het terrein weer zichtbaar gemaakt. Ja. En dat hebben we vandaag gezien. En dat, dat is de kadastrale grens. En als we die grens volgen, dan zien we dat aan de voorkant. U heeft daar een nieuwe schutting neergezet, begin. Ja. Nou, die staat, mogen we dan vaststellen, geheel aan de verkeerde kant. Ja. En dan komen we bij de schuur, dan daarachter de loods. Die staat kadastraal gezien ook geheel op eigen grond. Iemand die twijfelt aan de juistheid van de metingen? Ja. U twijfelt eraan. Vertel. Kijk, dit is een kopie die heb ik van het kadaster. En dit heb ik zelf ook opgevraagd. Kijk, en die onder zit die etsers en de loods staan. En het kadaster zei tegen mij, die schuur, dat is kadastrale grens. En die kun je rechtdoor naar voren trekken. En dat ziet u ook op deze tekening. Lijkt me sterk dat een kadastermedewerker dat zegt. Want ze adviseren dan altijd de grenzenreconstructie in het terrein. Ik zeg, die kadastrale kaart, dat is voor ons maar een plaatje. Het gaat om de metingen. Het ontstaansveldwerk. Ja. En dan hebben we eigenlijk, er komen nog wat kleine dingetjes. Oh ja, een regenwaterafvoer. Ja. Het idee dat ik kreeg, iedereen die er langskomt, geeft er een zet aan dat hij de andere kant op komt. Ja. Maar kijk, als hoe kinderachtig kun je het maken? Als Etsers twee bochtjes aan maakt. Maar kijk, lieve mensen, wat is het volgende? Dat u zegt, hij mag niet meer over de schutting hoesten? Sorry. Kijk, er ontstaat een hele modderpoel bij mij op het moment dat het flink geregend heeft. Ja. Als daar een huis had gestaan en daar hadden mensen gewoond, dan denk ik dat die afvoer heel anders had gelopen. Ja, maar ja, het is ook even een punt. Want u wil niet meer dat hij over uw grond loopt. Nee.
Maar als ik mijn dijk schoot leeg moet hebben, dan moet ik toch bij hem op de grond, want anders dan lukt dat niet. Ja, hoe moet hij dat dan doen? Want u woont er niet. Ja, ik bedoel maar, kijk, hij weet nu mijn telefoonnummer, staat op de case. Ja. En ik kan ook een appje sturen van, buurman, ik ga even de dak goed schoonmaken. Is ook zo? Dat kan nu, ja. Opgelost dus? Ja. Ja. Nou is even de vraag of ook het strooien van zand tegen de muizen, of dat valt onder de categorie reparaties en onderhoud. Ja, maar dat hoef ik nu ook niet te doen. Dat moet hij nou weer doen. Oh, u wilt dat hij dat zand terug gaat leggen? Ja. Ik heb het al een keer gedaan, ja. Ik heb het er niet weggehaald. Weet je, ik heb nu toch een beetje het idee dat ik, dat ik de schoolmeester ben op een bewaarschool. Ja. Sorry hoor, heren. Daar hebben we het over, hè? Ja. Kijk, ik heb er nooit muis gezien, dus ik vind het een beetje... Ik zal ze volgende keer voor je bewaren. Nou, heren, ik sluit de hoorzitting. Ik zie u straks terug en dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Tot straks. Bert zegt dat de coniferen dood waren, maar die coniferen die waren niet dood. Hij heeft goede bomen zo omgezaagd. Met alle goede bedoeling heb ik die coniferen weggehaald, maar de buurman die blijft mij dwarsbomen. Dames en heren, na een lange dag waarop meester Visser zich heeft gebogen over een hele waslijst aan eisen, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, hoe gaat meester Visser de rust in Sappemeer laten terugkeren? Ik wil u allemaal vragen, voor zover mogelijk uiteraard, om te gaan staan. Want de man met de juridische kettingzaag is er klaar voor. Hier is meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak van Edsert tegen Bert. Ik begin met de erfgrens. Het kadaster heeft de erfgrens tussen de percelen van partijen gereconstrueerd. En ik stel vast dat die grens gewoon klopt. En dat betekent dat de door Bert gerooide coniferen op de grond van Edsert stonden. Dat had Bert dus niet mogen doen. Dat was onrechtmatig en daarom moet hij de daardoor veroorzaakte schade vergoeden. Maar wat is die schade dan? De gerooide coniferen waren weliswaar geheel volgroeid, maar eerlijk is eerlijk, ze hadden natuurlijk wel hun beste tijd gehad. Ik zal de schade daarom, zoals de wet in dit soort gevallen wil, naar redelijkheid en billijkheid begroten, schatten. En ik doe dat op een bedrag van 3000 euro. En dan nu de schuttingen. Ook de door Bert aan de straatkant geplaatste nieuwe schutting staat op de grond van Edsert. Ja, die moet dus weg. Maar er moet wel een nieuwe schutting komen die volgens de wet precies op de erfgrens wordt geplaatst. Maar omdat Bert heeft toegezegd die nieuwe schutting met eigen hout en palen te willen maken, zal ik hem aan die toezegging houden en hem dat ook gunnen. Het aandeel in de kosten van die hele operatie, dat door Edsert dus moet worden gedragen, zal ik eveneens naar redelijkheid en billijkheid begroten en wel op een bedrag van 500 euro. Uiteraard kan het door Edsert geplaatste foeilelijke hekwerk met dat zeil dan niet blijven staan, dat staat in de weg. Die moet Edsert weghalen. Daarmee is denk ik een duidelijke grens getrokken waaraan beide partijen zich moeten houden. Dat betekent om te beginnen dat Edsert niet meer aan de kant van Bert mag komen. Behalve na behoorlijke kennisgeving en alleen als dat echt nodig is voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Verder mag Bert geen rommel meer op de grond van Edsert neergooien. En al helemaal niet tegen diens muur. En dan het zand tegen de muur. Daarvan had Bert natuurlijk moeten afblijven. Foei. Maar voor een gedwongen terugleggen van dat zand, sorry hoor, maar na al die jaren, daar zie ik eigenlijk geen reden meer voor. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel.